Laten we dan snel ter zake ja. komen en Biden maar eens even erbij pakken. Ja, hij heeft nu eindelijk officieel verklaard dat hij het zal doen. En ja, als je naar de cijfers kijkt, geeft dat eigenlijk een heel wisselend beeld. Anders kun je het niet noemen. Ik zat net nog even in de New York Times te lezen en je zei. 70% van de Amerikanen vindt het maar niks dat Biden zich kandidaat gesteld heeft. Nou ja, dat zijn natuurlijk relatief vernietigende cijfers. Maar Biden is nooit populair geweest. Hij is ook volgens mij in uh, al die... Wat, nou, hoe lang zit hij er nu? Sinds januari uh, van 2021. Uh, uh, is die nooit boven de 40% geweest. Maar de kwestie is natuurlijk of dat wel zal tellen, ja of nee, op het moment dat de verkiezingen worden gehouden. Want in allerlei opzichten uh, staat Amerika, of althans ook de regering van Biden, er niet slecht voor. Hij heeft wel degelijk een aantal dingen gerealiseerd. De Amerikaanse economie draait nog steeds hartstikke goed. Het zou kunnen dat die uh, over anderhalf jaar wat minder zou draaien. Je leest voortdurend dat, dat we nu toch een recessie krijgen enzovoort. Maar aan de, aan de arbeidsmarkt is dat in ieder geval niet te zien. Nog in Amerika, nog hier bij mij weten. Dus ja, waar is die recessie dan eigenlijk precies? Dat moeten we nog even afwachten. En natuurlijk, uh, na alle waarschijnlijkheid zal hij uh, tegen Trump in het krijt treden. Maar dat betekent... Natuurlijk ook dat, dat je af moet vragen hoe populair Trump eigenlijk precies is. En hoe sterk de emotie bij een groot deel van de Amerikanen is nooit meer Trump. Kijk, Trump heeft ook een hele vaste kern van aanhangers. Die zullen zonder twijfel op hem stemmen. Wat ook de uitslag van al die processen is. Er loopt nu weer zo'n verkrachtingszaak tegen hem. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat allemaal niet zo verschrikkelijk veel invloed zal hebben. Dus uiteindelijk komt dat er dan bij de verkiezingen op neer. Eh, tel, je, tel je heel zwaar aan de leeftijd van eh, Biden? Of eh, til je zo zwaar aan het volstrekt chaotische en, en zonderlinge karakter van Trump? Dat je zegt eh, alles is beter dan Trump. Mijn persoonlijke overtuiging is vanzelfsprekend: alles is beter dan Trump. Daar speelt natuurlijk nog tussendoor dat de vicepresident, Kabbalah Harris. Helemaal niet populair is en ook nou, heel weinig profiel heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus dat speelt dan nog wel doorheen. Zo van ja, yeah, het is uh, zo oud, hij kan zomaar doodgaan. En dan krijgen we Kamala Harris. En willen we dat eigenlijk wel? Ja, daar schreef uh, die uh, Friedman, die, die columnist, een, uh, een bezorgd stukje over. En daar kan ik me ook wel weer voorstellen dat je, dat je die redenering hebt. Maar Nogmaals, ik hou het erop. Alles, alles is beter dan Trump. Hmm. Dat, dat is mijn vaste overtuiging. Want eh, ten aanzien van Trump geldt natuurlijk dat... Eh, dat hij niet alleen een ramp is voor de Verenigde Staten zelf... maar dat hij een ramp voor de wereld ja. is. En dat ligt aan het feit dat Amerika nu eenmaal... een heel prominente rol in de wereld speelt. En dat we op allerlei punten de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben. Dat we de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben is eigenlijk... Structureel gezien een treurige zaak. Daar hadden we wel iets eerder misschien goed over na moeten denken. Het is allemaal wel een beetje gemakzuchtig. freeriderij geweest, zonder enig twijfel, dat zie je het natuurlijk nu ook in de Oekraïne. Maar nee, het is, ik, ik denk dat die cijfers nu ten aanzien van Biden eigenlijk dat die. Uh, wel bij zullen trekken. Of in ieder geval niet uiteindelijk. Te, uiteindelijk is de keuze tussen twee personen in Amerika. Twee bejaarden. Overigens een onmogelijk systeem, laten we dat er even bij zeggen, omdat het polariserend werkt. En feite, zeer keuzebeperkend is. En in allerlei opzichten ook niet zo vreselijk democratisch. Maar zo is het nu even. En dat gaat niet veranderen, heb je al eerder gezegd. Nee, dat gaat absoluut niet veranderen. Omdat dat natuurlijk. Dat zou de grondwet eh, moeten. Moet, eerst moet de grondwet veranderen. En daar is in Amerika geen sprake van. Ik weet niet of je het weet, maar het is vrij algemeen bekend... dat onze lieve heer die grondwet zelf geschreven heeft in de tijd. Dus daar kan echt niks aan gedaan worden. Voordat we weer contact met onze lieve heer hebben over die kwesties... dat, nee, dat gaat heel lang duren. Maar de democraten zeggen, Biden is de enige die Trump kan verslaan. Ja, dat, daar zit iets in. Vooral natuurlijk, dat is nog een ander aspect aan de zaak... dat de kans dat Biden een serieuze tegenstander krijgt in eigen partij... Die is uh, eigenlijk verwaarloosbaar klein. En zou natuurlijk ook enorme schade kunnen aanrichten. Het is veel fijner dat, dat Biden een beetje, beetje, laten we zeggen, free, kan vriwielen naar de echte verkiezingsstrijd. Uh, en niet te zeer beschadigd raakt in eigen kring. We weten niet precies hoe dat aan de Republikeinse kant zich zal ontwikkelen. Maar natuurlijk die de zand is, die we nu een jaar lang omhoog uh, geschreven hebben. nou niet weer, maar. In Amerika hadden ja, we een hele belangrijke kandidaat. En eigenlijk sterker dan Trump. En ja, we hadden natuurlijk die tussentijdse verkiezingen. Waar in feite al die Trump-kandidaten een ontzettende zeperd hebben opgelopen. Maar ik geloof dat nu eigenlijk vrijwel iedereen er wel van overtuigd is: dat De Santis niet de man is. En, en dat hij ja, te veel fouten maakt. Misschien wel lollig doet in Florida. Maar eigenlijk toch nationaal een betrekkelijk kansloze figuur is. Is dat al een uitgemaakte zaak dan? Nee, dat is nog niet uitgemaakt, want hij heeft zich zelfs nooit officieel kandidaat gesteld. Maar hij gaat wel overal daar spreken waar, laten we zeggen, de eerste primaries zijn en waar hij dus indruk moet gaan maar het maken. Het sentiment is slechter rond zijn persoon. Ja, steeds slechter geworden. Hmm. Als je een jaar geleden keek, was het beter dan het nu is. Hmm. Nou, nu is hij in de aanval gegaan op Disney. Sowieso, soms denk je wel eens, want Amerika toch een hopeloos kloterland is. De New York Times had een groot stuk over boeken die verboden worden. En waarin die een gevaarlijke inhoud hebben. Dat is allemaal op het niveau van de. Wat hadden we hier in de, de voorjaarskriebels, zal ik nou maar even zeggen? Dat je het beeld van Michelangelo van David, dat je dat, eh, dat je dat niet meer mag laten zien en zo, omdat kindertjes daar niet tegen kunnen. Waarbij je altijd denkt: hoezo eh, houden die vaders zich ook schuil achter handdoeken in de badkamer en zo? Nou, het. het Amerika is soms zo'n hopeloos land. Zo'n ongelooflijk dichtgetimmerd dorps, racistisch klote land. Dat je er wel eens wanhopig van wordt. Het die... probleem in Amerika is altijd dat dat maar voor een deel van het land geldt. Het is een continentale staat. Er zijn ontzettend veel fijne plekken met normale mensen. Maar god, alle macht, dat de kretenmerken, de Heartland. daar word je toch wel eens wanhopig van, ja. Wat maakt Biden nou eigenlijk dat hij Trump kan verslaan? Wat heeft hij? Eh, wat Biden heeft, is vooral Biden, namelijk dat het een hele rustige, slome, weinig tot de verbeelding sprekende, kalme man is. Tegenovergestelde van Trump? Ja, nou, met Trump is het natuurlijk, eh, laten we zeggen, puur op het terrein van entertainment alle dagen feest. <laughs> ja. ja, de media-industrie was gek op hem. Ik heb toch wel eens eerder die, die CNN-man. Geciteerd van Trump is a disaster for the country. But it's great for CNN. <laughs> Wat verdubbelde de al de kijkcijfers? We hadden dat hier in de tijd met Pim Fortuyn ook natuurlijk. Zodra Pim op het scherm verscheen, verdubbelde de kijkcijfers. Ja, god, zo zijn kijkers kennelijk, en vooral tv-kijkers. Maar dan valt dus iets te kiezen. Je gaat dus of voor de hysterie van Trump en weinig inhoud, of voor de kalme Biden die wel weet waar hij ja, mee bezig is. Ja, daar komt het wel een houten trek op neer. Hmm. En ja, als je puur natuurlijk kijkt, de Republikeinse partij is een minderheidspartij. Maar omdat de republikeinen beter hechter georganiseerd zijn, hechter in elkaar steken en in feite iets homogener zijn. Uh, ...slagen ze er toch in om als minderheidspartij in allerlei terreinen de lakens uit te delen? Ja. Wat is dan het verschil tussen Clinton en Biden? Want Clinton is ten opzichte van Trump toch ook veel rustiger. En dan heb ik het over Hillary uiteraard. Ja, Hillary heeft gewoon gewonnen hoor. Het ja, is een vervelende misvatting dat Hillary verloren heeft. Maar ja, Hillary heeft dood gewoon gewonnen. Zelfs met miljoenen stemmen verschil. Alleen heeft Amerika zichzelf toegerust sinds de constitutie. Maar ja, dus onze lieve heer die vond dat kennelijk een goed idee. Eh, met een systeem, namelijk het Electoraal College, dat, wat, dat door demografische verschuivingen in de Verenigde Staten en demografische ontwikkelingen in de Verenigde Staten zeer in het nadeel van de Democraten werkt. En je hoeft ook... Biden heeft gewonnen met een verschil, ik meen van 8 miljoen stemmen. 8 miljoen stemmen. Maar als enkele tienduizenden stemmen iets anders hadden uitgepakt in Pennsylvania, Michigan en, en Wisconsin, dan was Trump het weer geworden. Ja, maar en, terwijl hij 8 miljoen stemmen minder had. Maar dat is jouw definitie van winnen dus. Ik snap dat wel als je naar de democratie kijkt wie de meeste stemmen krijgt. Maar hier werkt het zo dat uh, Trump toch. Ja, je kunt het electoraal systeem zo achterlijk organiseren dat de verliezer de winnaar wordt. Dat kan, als je daar zin in hebt. Alleen is dat natuurlijk in het loop van de Amerikaanse geschiedenis nu één, twee, ik geloof drie keer gebeurd. Eh, er zijn ook wel voorstellen om het te veranderen. Je kunt het zelfs veranderen nou, als iedereen van goede wil is, zonder de constitutie eh, serieus te veranderen. Maar dat moet, eh, dat moet eerst nog maar blijken. Je begrijpt dat de Republikeinen daar niet aan mee zullen werken. Nee, en de Amerikanen zelf zeggen ook van eigenlijk hebben we niet meer zo'n zin in die strijd tussen Biden en Trump. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Want wat we nog niet hebben genoemd, natuurlijk, is het feit. Dat, dat, Trump is geen 46. Trump is van 1946. Trump is maar er drie jaar jonger dan ik ben. En dus maar vier jaar jonger dan Joe Biden is. En nou ja, de uh, Times had weer een lange, lange stuk over de gezondheid van 80-jarigen. En, en hoe dat zat. En, en dat ze best in redelijke conditie konden zijn. Maar ja, puur statistisch is het natuurlijk iemand die, die in de 80 is. Uh, en loopt een iets grotere kans. Dat hij omvalt dan iemand die 31 is. Ja. Nou ja, 31 kan niet, maar eh, dan iemand die even in de 40 is. Biden zou een hoge bloeddruk hebben, brandend maagzuur en allergieën. Maar dat houdt hem allemaal niet tegen om uh, Amerika te leiden. Ja, de En dan dacht ik dat uh, het aantal mensen wat brandend maagzuur heeft en allergieën, dat, dat, dat moet in de honderden miljoenen lopen wereldwijd. Dus dat ben ik nog niet zo honderd indruk. Ja, de Belgische pers. Ik dacht de... dat hij wel hartritmestoornissen had. Ja. De Belgische pers had ook een artikel van: Wat gebeurt er met je brein als je de tachtig gepasseerd bent? Dus, ah. dus dat wordt natuurlijk constant ja, inzet. Daar de... is veel onderzoek naar gedaan. Maar dat brein kan heel goed functioneren wanneer het ook al daarvoor goed gefunctioneerd heeft. En nog steeds goed moet functioneren. Ja, je hersenen zijn eigenlijk net spieren. Als je in je bed gaat liggen en je doet er drie maanden echt helemaal niks. Je laat je alleen af en toe een kopje slappe thee brengen. Maar je beweegt nauwelijks, je pist in zo'n zo zo fles en zo. Nou ja, dan, dan kun je na drie maanden kun je niet meer lopen. En zo is het met hersen ook. Dat is een heel interessant onderzoek van mensen die met pensioen gaan. En denken, ah, oh, eindelijk. regen hey, kloopt me aan mijn hoofd. En dan blijken ze na een jaar, blijkt hun hersencapaciteit substantieel verminderd te zijn. Je moet ze wel gebruiken. Je moet het ook weer use it or lose it. is het toch de kreet? Hoe gebruik jij ze dan? Door veel te lezen, denk ik, hè? Door we elke week hier in die auto een podcast te maken. Ja, maar ik weet niet of dat nou zo goed voor je hersenen is. Dat is geweldig voor je hersen natuurlijk. Want ja, er moet toch min of meer gecoördineerde lawaai moet eruit bij komen. He? Maar ook lezen, denk ik, en verbanden leggen je moet tussen. Lezen, wat je lezen. Je moet, je, moet je moet van alles en nog wat doen. Dus ja, je moet gewoon bezig. Je moet gewoon bezig blijven. Ik denk als je sudokus maakt. of je kijkt voortdurend naar Disney films, dat is allemaal ook prima, de luxe. Je moet gewoon zorgen dat je hersens blijven functioneren. Ja, maar dat houdt niet tegen. En een tegen. beetje wandelen dus. Dat houdt niet tegen dat je misschien dement kunt worden. Absoluut, dat kan dat heel goed. Ja, voor Biden ook. Ja. Maar als hij zou dementeren, dan was dat allang duidelijk geworden. Ja, hij kan heel goed, als hij als een beetje bij de tijd blijft, dat hij. Die... Kijk, hij is altijd een verwarde spreker geweest met vele versprekingen. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Is hij een briljante spreker? Ik bedoel, is hij Obama? Nee, absoluut niet. 0,0. En Boba Obama was natuurlijk een verhoudingsgewijs zeer jonge president. Nou ja, dat zou fijn zijn allemaal. Maar ja, die, zijn, die kandidaten zijn er niet. En dan moet je kiezen of delen. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nou, zal het misschien bij mij ook een rol spelen dat ik in oktober 80 hoop te worden. Dus om nou elke 80 jaren meteen af te fakkelen. Als, als potentieel randenbiel, eh, al bezig te dementeren. Het is niks meer. Ja, ik kan ook wel zien dat hij moeizaam loopt. Ik loop ook moeizaam. Als ik zes kilometer heb gelopen, dan begin ik ook te zwabberen. Ja, maar het is een beetje triviaal, maar er wordt natuurlijk toch ook aandacht besteed aan als die klaar is. Is die 86 bijna? Ja, zeker. Natuurlijk gebeurt dat. Ja. Uniek in de geschiedenis? Nou ja, ik weet niet hoe oud Adelaar was. Toen hij ermee stopte, maar die zal ook keurig, die zijn begin tachtig in ieder geval. En ik denk, niemand zal zeggen dat Adenauer een slechte bondskanselier was. Absoluut niet. Terwijl die, er ook, die begon eraan toen hij al in de zeventig was. Dus ja, Churchill, daar zou ik van zeggen, die was ook. God, Churchill was van, ik denk van 1875 of zo rekenen. Ja, dat klopt. Churchill was 65. In 1940, in, dat, in dat, dat crisisjaar waarin hij aantreed, niet waar als, als de geharnaste, zeker, uh, hoe heet het, de uh, uh, retorische leider van, van, mm -hmm. van, van het brave Engeland, wat bedreigd werd. 65 was hij. Ja, als je hier bent, bent je, ben je ontslagen vanwege uh, ouderdom en kreeg je AOE. Althans, sinds we AOW hebben dan. Ja. En Chester begint op zijn 65e aan zijn prime ministerschap. Ja. Moet je je voorstellen. Mm. Dus we moeten daar ook niet al te kinderachtig over doen. Wie is de beste Nederlandse minister-president? Volgens iedereen Willem Drees. Nou, die begint in 1948. In, in en die, sta, die stopt in 1958. En in 58 was hij al dik in de 70. Nou, dik. Hij was in ieder geval in de 70. Dus onze beste premier... Ik heb ook wel eens gezegd, dat, hey, wat er mis is met Rutte, is dat hij veel te jong is. Hey, die jongen had gewoon eerst eens wat levenservaring op moeten doen. En dan moet je, dan moet je premier worden. Dus er zijn massas voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook ongelukkig gewijs van voorbeelden. Van lui die natuurlijk niet weg te krijgen waren, maar, maar evident al de, toch voorbij de laatste eh, kruising waren. Maar eh, nogmaals, er zijn tal van voorbeelden dat het heel goed kan.